Dag iedereen, welkom bij de Champions Club. Ik heb eens geteld vanmorgen tot 3, dat lukte nog net. En dat zijn ook het aantal afleveringen dat we nog hebben bij de Champions Club dit seizoen. Dat betekent dat we de climax naderen in de UEFA Champions League. En als het over climaxen gaat, dan kan ik maar aan twee mannen denken. Dat zijn Gert Verheyen en Wim de Koning. Ah ja? Oh. Ja, het is de geruchtenmolen die ze werken. Wat gaan die vrouw daarvan zeggen? Ja, oké. Okay. Goed, snel over naar de vrije tijd die jullie hebben gehad. Gert en Wim, er waren 2 weken zonder midweek Champions League voetbal. Mm-hmm. Overleefd? Zeker, ik heb eigenlijk niet aan voetbal gedacht. Ik heb vooral met de fiets gereden. In een ander land? Ja, in Spanje een beetje gereden. Het goede weer een beetje opgezocht. Ja, maar het was er al te warm. Te warm, zelfs nog net, maar het was al heel warm. Ja. Collega's Peter van den Bent en Eddy Snelders in het stof toen bijten heb ik opgevangen. Ze weinig gezien, ja. Toen je eens omkeek. Ja, maar dan nog. Het gat was al snel heel groot. Ja. Ja, Wim, jouw stages die zijn meestal in de Franse Ardennen, als ik me goed herinner. Of Vlaamse Ardennen. Ja, dat maar als je wat verder wat hoogtemeters zoekt. Ja, en de Franse Ardennen inderdaad. Hoogtemeters en een beetje rustig rijden ook. Hè, want dan kan je makkelijk 20 kilometer rijden met fiets zonder iemand tegen te komen. Dat is ook soms een nadeel natuurlijk als je mechanische pech hebt. Maar ja, het is wel rustiger dan op de Vlaamse wegen, dat moeten we zeggen. Dat kan ik begrijpen. Mannen, even recapituleren. Champions League pronostiek. Zijn jullie nog in de running? Wie hadden jullie gekozen? Zeker, City. En jij, Wim? Ik ook, City, ja. Oké, dat is dan leek mij logisch, gezien het feit dat ze Haaland aantrokken. Ik dacht, iedereen zal City zeggen. Er zijn veel die City gezegd hebben. Ja, heel veel. Heel veel. Want Real Madrid, jongens. Ja, dus, toch? Oké. Okay. Het is nog een draai de komende 2 matchen voor mij. Ja. Ik denk dat jullie meer kans maken, maar goed. We gaan het zien. De halve finales, laten we het programma eens bekijken. Want die Real Madrid tegen Man City, dat is voor dinsdag 9 mei. Dat is wel een beetje de topaffiche natuurlijk. En dan hebben we nog Milan tegen Inter, de Milanese derby in San Siro. Het is trouwens de 3e keer op rij in de knock-outfase dat Real Madrid tegen een Engelse ploeg uitkomt. Ze hebben Liverpool en Chelsea al uitgeschakeld, nu dus weer City. Die 4 ploegen, jongens, in de halve finale. Wat betekent dat voor België? Zijn jullie mee? Nee, helemaal. Nee? Wim? Is dat een goede zaak? Of niet? Er gaat sowieso een Belg de Champions League winnen dit seizoen. Maar daarvan ik dacht voor de Belgische coëfficiënt. Ja, ik ook. En binnen 2 jaar. En... Nee. We hebben de Ketelaar, Salemakers en Origi natuurlijk bij Milan. We hebben Lukaku bij Inter. We hebben De Bruyne. En we hebben dan Courtois en Hazard. Zou Hazard die op zijn palmarès durven zetten, die winst van vorig jaar en die van dit seizoen, mocht het lukken? Ja, je zit er wel bij. Ja. Maar naar uw gevoel denk ik ook weer niet. Nee, heb je het beeld gezien van de prijsuitreiking van de Copa? Ik heb Del niet Rey, gezien, nee. Ja. Waar stond hij? Helemaal afgezonderd op zijn eentje te treuren. Dat was het echt wel. Ja, ja dus voor hem moet dat niet plezant zijn. Alleen, 5 matchen. Hij kiest ervoor om daar te blijven wel natuurlijk. 5 matchen gespeeld in La Liga dit seizoen. Ja. 130 en een beetje minuten gespeeld. In de Champions League zit hij ongeveer aan datzelfde aantal minuten. 3 matchen meegedaan, 1 basisplaats. Dat was op Celtic, toen Benzema er niet was, neem ik aan. En 2 keer ingevallen. Dat is al meer dan vorig seizoen in de Champions League. Toen had hij maar 83 speelminuten. Ancelotti regelmatig zei van ja, ik ga hem meer laten spelen. En hij is nog heel belangrijk en hij zal nog belangrijk zijn. En, maar heeft nu wel, heb ik gelezen, hij praat er niet meer tegen. Wat zeg je daar nog tegen? Ik denk dat zijn communicatie naar de pers toe, dat dat toch een beetje lachen geweest is ook met Hazard. Of toch niet helemaal eerlijk, denk ik dan toch. Hmm. Goed, de klepper, de tweede klepper, een tweede finale avant la lettre na Bayern tegen Man City, is dus Man City tegen Real Madrid. Een heruitgave is dat van de halve finales van vorig jaar. En toen verloor Real in Manchester, maar hebben ze het natuurlijk rechtgezet in de return in Madrid. Ruimte, kijk eens voor Silva. Casemiro kan daar niet meer bij. Stormt op Nacho af. Hier Mahrez ideaal. Oh, geweldig! Geweldige goal van Mahrez. Nacho, Camavinga. Benzema. En de goal! Ha, kijk! Rodrigo. Zal toch niet zeker? Duurt hem er toch nog in. Op nog een halve minuut van het einde. Ineens zitten we weer volop met spanning. Carvajal, gooi hem maar. Daar komt hij. Daar is hij. Ja! Rodrigo! Ongelooflijk! Ongelooflijk! Hij miste er onlangs 2 in 1 wedstrijd. Maar die er echt in moest. Vorige week. In het Etihad, die deed hij. Benzema legt hem netjes weg. Alle rust. En 3-1 voor.
Ja, Gert, jij was hier twee keer bij. Ja, dat was ongelooflijk. Niet normaal, het zal toch niet? We hoorden jou een paar keer... Zo gelooft dat niet. Hè? En niemand in dat stadion, omdat iedereen dacht dat het voorbij was. En op een kwartier voor tijd hebben we nog eens gekeken. Dus hij heeft heel zijn middenveld gewisseld. Hè. Hij heeft Kroos, Modric, Casemiro eruit gehaald. Hè. Dat is niet omdat je denkt van, we gaan dat hier nog rechtzetten. Nee. Hè. Dat is echt een overgave. Hè. Die drie jongens eraf. Rodrigo erin, Asensio erin en Camavinga erin. Ja, ja. Dus eigenlijk, ik zeg niet dat dat geen goede spelers zijn, maar vooral die drie eraf halen, dat is een overgave. Hè. Dat is zeggen van, het is voorbij. Maar alles wat hij deed vorig jaar, ook als het zich overgeven was, kwam het toch nog in orde. Ja, dat is waar. Ja, het was al een keer gebeurd. Wat was het? Het was heel de tijd. Tegen Chelsea. PSG. En in de finale ook nog eens. Hè. Nee, dat is niet normaal. Dat is echt, nee, dat kun je niet geloven. Ja. Als je dat, was er ook bij in de heenmatch toen. City heeft het eigenlijk vooral in Manchester laten liggen. Ja, die 4-3. Dat was dat had nooit gemogen dat ze daar maar één goal bonus uit puur. Nee, dat is waar. Ook daar lieten ze er drie maken. En dat was ook te veel en overbodig. En helemaal, want ze waren eigenlijk in die twee matchen gewoon ook beter dan de Real. En dat is heel simpel. Ik denk twee keer 60-40 dat de verhouding balbezit was ook. Dus uiteindelijk is dat twee keer die City die gewoon beter was. Maar ik herinner mij daar vooral ook de positie van Walker tegen Vinicius. Mm. Dat hij er eigenlijk niet bij was op momenten dat hij er had moeten bij zijn. Mm. En Vinicius maakte toen wel het verschil. Mm. C13 zegt Guardiola dat Walker niet begrijpt wat hij vraagt. En hij zei degene die heel weinig mag spelen. Mm. Van het weekend speelde nu weer in plaats van Stones. Als rechtsachter annex verdedigende middenvelder naast Gundogan, want Rodri speelde niet. Speelde nu Rico Lewis, hè, die gast van 18 jaar, die deed dat heel goed. Dat is een goeie, hè? Die heeft wel veel talent. Ja. Gert, Haaland is er nu bijgekomen. Hè. Jullie hadden het al over die pronostiek. Dus gaat dat nu het verschil maken? Gaat City nu wel Real Madrid uitschakelen? Want ook in 2016 spelen ze tegen elkaar en ook toen ging Real Madrid door. Ja, maar het is wel dat we net gezegd hebben. Eigenlijk ook zonder Haaland hadden ze vorig jaar gewoon moeten winnen in die twee matchen. Maar goed, door omstandigheden. Dus alles kan ook gebeuren. Dus dat lag nu niet zozeer aan de factor Haaland. Maar dat wel is met hem erbij nu. Ja, je kunt dat niet ontkennen. Er is nog altijd kritiek. En sommigen vinden nog altijd dat op de een of andere manier in het samenspel niet goed is. Ja. Maar sorry. Als 35 Premier League goals. Record op zijn naam. Dat alleen al, Nicola, dat hoefde niet te spreken over samenspel. Hè. Gewoon die cijfers allemaal. Het is al veel verbeterd, vind ik. Ze gebruiken hem al veel beter. Wij waren samen in Leipzig. Ja. Was... Toen hadden we wel echt het gevoel, dit is vreemd, dit werkt niet. Ja. Maar als je zijn cijfers in de rest van het seizoen overschouwt. Maar het was zonder Kevin De Bruyne, wat al heel belangrijk is als hij er niet bij is. Want hij zoekt hem wel heel bewust. Mahrez speelde op rechts, dat is dan tegen zijn voet, dus die komt altijd nog eerst even naar binnen. Mm-hmm. Ik denk dat hij 6 of 7 keer de bal heeft geraakt in Leipzig. En dat hij er heel erg ongelukkig bij liep. Mm-hmm. Toen werd er ook in de Engelse pers heel veel gewag gemaakt, want na nieuwjaar was het een klein beetje minder met City. Nadien hebben ze het wel rechtgezet. Mm-hmm. Ja. Maar nu beginnen ze hem wel... zeer goed aan te spelen, maar vind ik. Hè. Op zich, Wim, als je die goals maakt en dat aantal goals aflevert en ook assists geeft, want dat doet hij ook wel, dan maakt dat niet uit of je dat doet met 20 baltoetsen of met 60 baltoetsen na 90 minuten. So what? Allee, daar... Nee, maar hij was daar wel 10 of 15 keer diep gelopen dat hij hem niet kreeg en je zag wel aan zijn lichaamstaal van jongens, wat scheelt er hier? Hoe zit hij? En in de thuismatch, toen Kevin wel meedeed, binnen de kortste keren was daar de ene flank voorzet na de andere, waarop hij maakte dan 5 goals zeker. Ik was daar met Michael van Varenberg. Ja, had Pep hem daar niet gewisseld na een uur, had hij misschien 8 gemaakt. Hè, dat record was hem niet gegund. En de kritiek die dat er dan komt, dat is dan vaak ook van ex-spitsen die dat in de Premier League gespeeld hebben, om Thierry Henry niet te noemen. Ja, die was hij vooral. Op zijn kap. En dat zijn dan vooral mannen waarvan ik denk van die hebben gewoon jaloezie. Een stuk jaloezie. Allemaal jaloezie. Die hebben gewoon schrik dat ze hun records, hun records van de tabel veegt en doet het ook. Scherer en Cole zijn dat in elk geval al kwijt, die 34. Ik las ook de eerste keer dat Courtois tegen hem gaat spelen. Hij heeft er nog niet tegen gespeeld. Dus dat is toch wel iets om naar uit te kijken, dat duel. Ik moet zeggen, zaterdag, je zal waarschijnlijk ook de beelden gezien hebben, hij heeft kansen gemist. Haaland. Het is niet dat hij ze verkanselde, want ze waren op de lat, op de paal, 2 centimeter naast de keeper die goed pakte. Maar het was raar om hem niet te zien scoren. En Guardiola was kwaad op hem.
Ja, voor die penalty die hij aan Gundogan... Ja. You have to take him. Ja. You have to take him. Ja, want Gundogan miste hem, hè, waardoor het 2-0 bleef. Het werd nog 2-1. Ja. Het werd nog tricky, hè, uiteindelijk. Ja. Hmm. Hij wou de hat-trick gunnen aan Gundogan, inderdaad. Ja. Even terug naar Real Madrid. Gert, jij hebt de beelden gezien, de samenvatting in elk geval, van de finale van de Copa del Rey. Mm-hmm. Real Madrid, als ze een prijs kunnen winnen, ja, dan staan ze er. Ze wonnen met 2-1. Nee, maar dat was een logische als favoriet ook, ja, in die finale natuurlijk. Een logische overwinning met weer een hele goede Vinicius, ja, zoals we hem al heel seizoen zien. En ook Rodrigo, hè, bedoel, ja, dus, want hij heeft in het begin nog wel regelmatig met Rodrigo op de bank gestart. En dan Valverde een beetje vals van de rechterkant. Maar ondertussen, als ze echt op hun sterkst willen staan, dan is dat toch met Rodrigo. Ja, 16 doelpunten voor Rodrigo, 11 assists dit seizoen. Dat zijn over alle competities bekeken eigenlijk wel goede cijfers. Hè. 22. Scoorde ook twee keer tegen Chelsea. Ja, toen hij werd aangekocht als een groter talent gezien dan Vinicius. Mm. Hè. Het heeft een tijdje geduurd, maar is er wel helemaal doorgekomen. Mm. In elke positie, ook als hij diep in de spits Benzema moet vervangen, ja, doet hij het goed, hè, op een andere manier. Maar ja, we zagen het daarnet, hè, het is een kopbal. Allee, de mensen die luisteren zien het niet, maar de kopbal tegen City was ook geweldig. Mm-hmm. Is het een probleem dat Real 4 van de laatste 8 competitiematchen verloren heeft? Sociedad ook een week geleden? Of is dat gewoon prioriteiten stellen? Wat decompressie, denk ik, omdat het in de competitie toch sowieso verloren is. Hè, dat je daar start met een ander gevoel, een druk die er niet is. Mm-hmm. Ja. Maar ik zou voor elke andere ploeg dan Real zeggen, ja, maar bij Real, nee. Mm. Dat is nu zo, als het er echt op aankomt. Hè, voor de beker, wat was het? 0-4 in Barcelona. Hè? Ja. Als het echt moet, ja, dan, het is wel zo, dan kunnen ze altijd iets meer. Hè? Hadden ze op niveau gepresteerd de voorbije weken, waren ze nog dicht bij Barcelona kunnen komen. Hè? Maar dat is dan niet gelukt, want te veel punten laten liggen. Ja. Thibaut Courtois, daar gaan we het uiteraard over hebben, ook in onze uitzending op televisie morgen. We hebben een reportage gedraaid met Thierry Barnera, dat is een Fransman, analist van keeperswerk. En we gaan hem al eens aan het woord laten, want hij heeft een samenwerking sinds een jaar of twee met Thibaut Courtois, onze landgenoot. On va chercher des détails. Combien d'ingénieurs qui travaillent aujourd'hui pour une Formule 1, pour Verstappen ou autre? Combien? Une multitude, chacun dans un détail précis. Nous, c'est la même chose. Ce qui m'intéresse simplement, c'est de toujours chercher le détail, sa position dans le terrain, son rotation du corps, sa posture quand il défend son but. Quand il a défendu son but, aussi, je vais regarder sa posture, c'est-à-dire la hauteur de ses mains, comment il se positionne et tout, pour qu'on puisse répondre au maximum à l'exigence de l'action. Ja, hij is een analist voor specifiek doelmannen, Wim. Lijkt je dat logisch? Hij maakt de analogie met het team rond Max Verstappen. Daar zijn ook ingenieurs, zegt hij, voor elk onderdeel van de race in Formule 1 dan. Keepers, worden die of werden die in het verleden misschien iets te stiefmoederlijk behandeld? En is dat wel een logische evolutie? Ik was wel een van de eerste in België die een individuele keepertrainer kreeg. Hè? Nu zijn er voor elke linies en elke posities individuele trainers. Maar ik was een van de eerste in België die een individuele keepertrainer kreeg. Maar ja, die keepertrainer, dat was ook een ex-keeper die maar wat ballen trapte naar jou. Hè? En die af en toe eens wat details prijsgaf van wat hij dacht dat moest zijn. Tot Frans Hoek is gekomen. Dat was een Nederlander die dat allemaal toch heel erg versneld heeft. Heel wat Belgische keepertrainers zijn ook opgeleid bij daar. En je zag al, Courtois was al geweldig opgeleid door Guy Martens. Zeker. Een van de adepten van Frans Hoek. Maar ik vind het echt wel logisch. Je ziet echt wel aan Courtois dat hij elke fase die hij tegenkrijgt, dat hij dat op een heel specifieke manier behandelt. Ja, het gaat echt over positie van het lichaam, van positie van de schouder, graden, 20 graden meer naar links, 20 graden meer naar rechts. Als de bal nog ver weg is van eigen doel, hè, daar maar al bezig zijn, wat is uw positie op het moment dat een bal nog maar ergens aan de middenlijn is? Ja. Want ik heb maar ooit dat kan je moeilijk gezien leren. Van deze meneer, wat dat hij dan opstuurt naar Courtois. Ja, dat is wel tof. Dat is elke actie, elke keer, dat was via bij een van onze Franstalige collega's geraakt. Maar ik denk dat papa Courtois dat doorgestuurd had. Maar wel interessant. Om te laten zien hoe dat juist werkt. Je vond het wel... Het was niet gepikt, hè. Het was gekregen. Nee, tuurlijk. Maar je vond het wel... Maar ik vond het wel, dat is wel interessant. En ik snap ook wel dat een doelman daar veel aan heeft. Omdat toch, en dan spreek ik een beetje uit eigen ervaring ook, of wat ik gezien heb in mijn carrière zelf. Ja, hoofdtrainers die zelf geen doelman geweest zijn,
neem een uitzondering, want als je als hoofdtrainer doelman geweest bent, dan is dat misschien nog anders. Maar een hoofdtrainer die geen doelman geweest is, gaat sowieso minder aandacht besteden aan zijn keeper. Je vindt gewoon dat hij al die ballen moet pakken, ja. Maar je gaat niet zeggen hoe dat moet. Je gaat gewoon denken van ja, hij moet ze gewoon tegenhouden. Het nadeel hiervan, Gert, vind ik wel dat je op den duur meer al denkend in de goal staat dan puur op je intuïtie te keepen. Je bedoelt, je moet het evenwicht wel behouden. Ja, want je kan wel elke fase analyseren, maar er zijn er een miljoen. Hè. En als je dan telkenmale moet gaan teruggrijpen van ja, hoe was dat, wat heb ik hier gezien, hoe moet ik dat hier doen? Ik denk dat het allemaal geautomatiseerd moet worden. En je ziet wel aan Courtois dat hij nog progressie maakt. Dat is duidelijk. Hè. Hoe goed hij ook was op 17. De manier waarop ook, en als die meneer hier, die fase becommentarieert, dat is eigenlijk vanuit een, hij zegt wel, als er iets niet goed is, gaat hij het ook zeggen, maar hij gaat elke fase becommentariëren en ook op een zeer positieve manier, waardoor dat fases die voor ons, ja, hij pakt een bal, voor ons al lang niet speciaal, want het is Courtois, dus hij moet hem pakken en we vinden dat dat normaal is. Maar dat is dan nog de meneer die dan zegt van, ja, dat is heel goed gedaan, daarom en daarom en daarom. Terwijl wij dat gewoon laten passeren als zijnde van ja, het is Courtois, het is maar een normaal balletje. Met andere woorden... Dus voilà, geen enkele fase zomaar gratuit opnemen of denken van ja, dat is normaal. Dat hij hem die pakt? Nee, zeggen waarom dat goed is en goed gedaan. Heb je een idee dus welke opleiding geven. Die meneer heeft? Dat weet ik niet. Het enige wat mijn bedenking daarbij is wel, van ja, je zit niet in de staf van Real Madrid. Het is wel extern natuurlijk. Je moet altijd wel zien dat je ook wel weet en op de hoogte bent van wat dat de opdracht is van bepaalde spelers. Of wat dat de wedstrijdtactiek is. Of maar ik vermoed dat Courtois dat wel zelf zal wel kan brieven. Zijn en zal wel doorgesproken zijn. Maar je moet altijd zien dat... Allez, dat hij niks anders vertelt dan dat een eigen staf van Real gaat vertellen of een eigen trainer. Dat is een beetje, dat mag niet tegen elkaar staan natuurlijk. Nog één ding. Het verschil nu met vorig jaar is dat Real Madrid eerst thuis speelt. Gaat dat een impact hebben? City heeft dit seizoen buitenshuis alleen tegen Sevilla gewonnen. Voor de rest veel gelijk gespeeld. Maar ja... Maar ja, Kopenhagen en wat was Dortmund zonder Haaland? Een half Bayern was ook niet meer nodig. Een beetje mensen laten rusten. Dus dat is niet echt een statistiek die... Ik zal het anders vragen. Wie gaat door? Pronostiekje? Oh ja, Manchester City. Ja. Toch, ja. Ah, ja. Ja, ja. Geen comeback, geen mirakel, geen Madrileens mirakel. Kan allemaal. Maar als ik moet gokken, dan kies ik ook voor City. Alright, ik moet voor mijn pronostiek natuurlijk hopen op Los Blancos. We gaan het hebben over de tweede match van deze week. Dat is dus die derby della Madonnina, de Milanese derby in Milaan. Milan tegen Inter is de eerste match. Inter schakelde twee Portugese topclubs uit in de knock-outfase met Porto en Benfica. Ook de tweede revelatie van dit seizoen na Benfica, dat was Napoli. Zij konden niet doorstoten naar deze halve finale. Want Napoli, zich onlangs wel gekroond natuurlijk tot de opvolger van Milan in de Serie A als kampioen, ging eruit in de kwartfinale tegen de Rossoneri. Giroud mist hem. Mist hem. Het is Meret die hem pakt. Napoli met een golf van opluchting. Een golf van ontlading hier door het stadion. En hier gaat Leao. Ja, hij is aan de reuzenslalom begonnen. Rafael Leao nog altijd. Hij gaat hier scoren, denk ik. Nee, hij geeft hem aan Giroud en dan is het raak. Wat een actie van Rafael Leao. En het is derde keer, goede keer, voor Olivier Giroud. Daar komt Kvaratskhelia. Hij mist hem weer. Hij mist hem weer. En zo gaat Milan naar de halve finale. Dat kan niet anders. Het is nu stilaan wel echt de laatste kans voor Napoli. Hij gaat erin. Ja, ja, ja. Maar het bleef bij 1-1. De kwalificatie was voor Milan. Wim, je hebt Milan dit seizoen in de Champions League meermaals live aan het werk gezien. Ja. Waaraan hebben ze deze mogelijkheid om de Champions League finale te halen te danken? Wat maakt hen sterk? Dat compacte blok, dat goede verdedigen. En de keren dat ze komen, zijn ze gevaarlijk. En met vooral Leao natuurlijk. En hij werd gewisseld na 11 minuten van de week. Ja. Geen idee of hij... Of dat het voorzorg was of hij er echt niet zou bij zijn. Want dat gaat een wereld van verschil maken. Hij heeft een maken. Verrekking, wordt gezegd. Ja. Dat stond vanmorgen in de Gazzetta. En ze denken een beetje dat hij morgen niet gaat spelen. Of sorry, overmorgen, woensdag. Ja. Ook niet komend weekend tegen Spezia. En dan volgende week voor de return wel. Ja, dat is de verwachting nu op maandag. Dat is een aderlating. Hè? Want ook met een verrekking. En hij heeft toch wel... hij moet fit zijn, hè? Met zijn manier van voetballen moet hij echt wel fit zijn. Het maakt een groot verschil, hè, als hij erbij is of niet. Niet dat hij zulke geweldige cijfers heeft, maar zeker de manier waarop ze twee keer tegen Napoli
gespeeld hebben vanuit dat blok en vertrekkende, ja, om juist maar een keer te counteren. Ja, ja, daar is hij de belangrijkste man. De twee assists waren van hem, van Rafa Leão. Ja. Die match, die derby Milan-Inter, leeft natuurlijk heel hard in Italië. En een man die in Italië voetbalt, dat is Cyril Dessers. Hij speelde vorige week nog, een dag of vijf geleden, hij keek naar Milan tegen Cremonese. Hij is zelf geblesseerd, hij ligt in de lappenmand. Dat werd een 1-1 gelijkspel. En Cyril Dessers, ik vroeg hem, Milan, ja, wie heeft er op jou het meeste indruk gemaakt? En de rol van Leão, als die afwezig is, wat kan dat betekenen? Hier is het antwoord. Leão is een fenomeen. Hè. Dat is wel duidelijk. Zeker de afgelopen twee jaar heeft hij echt ongelooflijke dingen laten zien. Ik denk in de Champions League tegen Napoli ook. Ja, dat hij eigenlijk de wedstrijd over de streep trekt voor Milan. Maar langs de andere kant, ja, die Salemakers ingevallen voor hem. Heel sterk. Die was woensdag tegen Cremonese ook heel sterk. Ik vond dat de beste man aan de kant van Milan. Dus dat is ook wel leuk om te zien dan. En het is bijzonder dat Salemakers, die is eigenlijk beter in de combinatie. Dus die laat dan Theo Hernandez weer beter renderen. Zodat die zich aanvallender wat meer kan uitleven. Dus ja, dat werkte ook wel eigenlijk. En als ik dan iemand moet kiezen die echt heel indrukwekkend is, dan dat Theo Hernandez, denk ik, die een speciaal karakter heeft, maar ja, zijn voetbalkwaliteiten zijn ontegensprekelijk. Ik denk dat hij een van de beste linksbacks is ter wereld. Ja, er zaten een paar elementjes in die we er gaan uithalen. Laten we misschien beginnen met die laatste. Speciaal karakter, roze haar. Zeker waar. Maar een van de beste linksbacks ter wereld. Ja. De goal, Gert, afgelopen weekend. Dat is magnifiek, ja. Ongelooflijk. Voor de mensen die het niet hebben gezien. Meekrijgen van eigen doelman van mij, ja. En dan heel het veld oversteken, bal aan de voet. Alles voorbij en dan nog keihard. Ik zeg niet vol in de winkel, maar het scheelde niet veel. Maar hij lag voor zijn rechter, hè? En toch trapte hij met zijn linker. Ja. En toch vloog hij binnen. Dat doet hij zo vaak, dat veld gewoon oversteken. Wat mij dan opvalt, bijvoorbeeld nu tegen Lazio, wordt hem soms ook, hij is snel, dat weet ik, maar er wordt hem soms ook weinig in de weg gelegd. Hij kan blijven oprukken. Ja, want het is ook wel op kracht. Hè. Dat is niet alleen op snelheid dat hij gaat, dat is echt wel op kracht doorgaan. En ook goed afgesneden altijd, ja. En ja, in omschakelingsmomenten, hè, dat moeten we wel kunnen volgen ook. Dat is straf, hè. Dat zijn spurtjes van 80 meter. Ja. Oké, Cyril zegt nu wel, het samenspel met Hernandez gaat beter met Salemakers dan met Leão, want Leão is hetzelfde type, een beetje als Theo. Hè. Ja, heeft hij gelijk, Desters, daarover? Maar de overlap is moeilijker bij Leão. Ja. Salemakers wat temporiseert en niet zo rap is natuurlijk. Om nog eens over Leão te minder gaan. Minder diepgang in het spel van Salemakers. Dat is wel waar of dat nu beter is. Ja. Zou ik niet durven zien. Maar wat wel interessant is, Salemakers zit wel in de flow. Stond ook in de Gazzetta. Is misschien wel een van de meeste spelers best in vorm bij Milan. En wordt ook in de basis verwacht nu. Door de potentiële afwezigheid van Leão. Ja, maar is altijd eerste invaller. Of het scheelt niet veel. Hè? In die, wat was het, 0-4 op Napoli. Zijn invalbeurt was ook fenomenaal. Ja, hoorde daar. Ja, en toch als je hem ziet langs de zijlijn staan. Met die kousen half afgezakt. En die broek zo wat lang. En, dan moet je overzetten, Wim. Dat kan nooit veranderen, Wim. Nee, maar dat is wie dat is. Ja, het lijkt wel een veteraan als hij daar moet opkomen. Maar dan doet hij dat met zoveel bluff en zoveel brani. Hè, dat je denkt van, trek die kousen misschien eens hoog op. En je gaat nog beter worden. Als er op een andere manier... Maar jij kent hem goed, hè, Gert. Je hebt er ook mee gewerkt. Dat is waar, ja. Was het, Nee, maar hij is nog altijd, als ik hem bezig zie, hij is natuurlijk verbeterd ook als voetballer op zich. Maar qua persoonlijkheid en maniertjes is dat nog altijd dezelfde. Hè? Maar dat is ook hetgeen dat hem sterk maakt, die onbevangenheid. En wat Charles de Ketelaere mist, veel minder heeft en zou kunnen gebruiken. Hè? Hij gaat nooit twijfelen aan zichzelf, Salemakers. Dat is niet het type. Je gaat na een slechte match ook daar veel makkelijker overstappen dan iemand als Ketelaar. Ja, dus dit is, En high fives met Ibrahimovic, dat zal Charles ook niet doen. Zeg altijd, het zijn de gelukkigen van deze wereld, dat soort mannen die zo in elkaar steken. Ja. Hè? Dat is iets gemakkelijker om van wedstrijd naar wedstrijd te gaan. Ook na tegenslagen. Mm-hmm. Milan wint dus wel van Lazio, dat vrij zwak was afgelopen weekend. Maar inderdaad, 1 punt dan maar tegen Cremonese. Waarom zijn ze dan zo wisselvallig, Wim? Goh, ze zijn vooral sterk op momenten dat ze een beetje in de underdog-positie kunnen spelen, vind ik. Hè. Daarom veel punten verliezen inderdaad thuis tegen minder goden. Tegen kleinere ploegen, ja. Als ze het spel moeten maken, is het moeilijker. Ik moet zeggen, ze hebben mij... Goh, want je zei al,
Hoe komt het dat ze zover zijn? Ik zei Leao, maar ook Maignan. De keeper is geweldig. Dat is iemand die nog niet zoveel bekendheid heeft wereldwijd, maar toch bij de 4-5 beste keepers van de wereld is momenteel. En ik moet ook zeggen dat Kier Tomori, die ooit in de groepsfase nog wel een keer geanalyseerd werden als zijnde slechte verdedigers, dat die het, het geweldig deden. Ja, tegen Napoli. Ja. Maar Napoli speelde zijn spel en dat is aanvallend. Dus ze konden vanuit die positie Dat duo was werken. Heel sterk. Was onvoorstelbaar sterk, ja. Ja. Thiaw is ook zo'n goeie. Ja, die is nu op de bank weer beland. Die is nu op de bank, omdat hij weer met 4 achterin beginnen spelen in Spioli. Maar ik vraag mij wel af, want ook Inter zal behoudend voetballen. Ik denk dat het toch wel een soort schaakwedstrijd zal worden. Niemand verwacht daar een spektakelwedstrijd. Hè. Dat kan alleen maar meevallen natuurlijk, ja, maar de verwachtingen zijn er niet. Hè? Nee. Ja. Dan gaan we een keer naar Inter. Inter lijkt net op tijd de topvorm te pakken te hebben en ook daarover sprak ik met Cyril Dessers. Ja, en ik denk dat dat voor een groot deel samenhangt met de vorm van hun spitsen. En die zijn de laatste week inderdaad in topvorm aan het geraken. En dat kan wel echt de doorslag geven, zowel in de Serie A voor de Champions League tickets als in de Champions League, kan dat echt doorslag geven. Dan denk ik dat dat misschien net iets extra gaat geven. Allee, als je ziet, Lautaro is helemaal terug. Dzeko is helemaal terug na een lange tijd zonder goals. En ja, Lukaku die is met goals en assists heel beslissend de laatste weken. Dus dat kan wel eens voor vuurwerk zorgen. Ja, er zit inderdaad een groot verschil, hè. Plots bij Inter, de goals gaan er nu heel makkelijk in, waar ze begin van dit jaar een groter probleem mee hadden. Lautaro Martinez bijvoorbeeld, 2 goals tegen Verona, 2 goals tegen Lazio onlangs. Die is wel in topvorm. Ja, maar je kunt er maar 2 zetten. Ja. Ja. Dat is de en wij denken vraag. Altijd, Romelu gaat spelen, maar hij zit meestal op de hij bank. Hij wordt opnieuw op de bank verwacht. Ja, ja, hij heeft nu heel de match gespeeld. Ja. En Lautaro een half uur. En Dzeko niet. Dzeko helemaal niet. Dus ja. Ja, maar goed, ook over Romelu kunnen we zeggen, de flow is beter, de prestaties zijn beter. 3 goals en 3 assists in zijn laatste 3 matchen. Nee, dat is zeker. En je kunt ook van op de bank nog iets betekenen natuurlijk. Dat heeft hij al gedaan tegen Porto onder andere, met een invalbeurt. Dus dat kan ook allemaal natuurlijk. En als je in vorm zijn, dan gaat hij misschien wat sneller uw kans krijgen als er een van de 2 toch wat minder zou zijn. Maar Dzeko scoort dus ook tegen Verona, 2 doelpunten gemaakt. Mm. Het is wel opvallend, hè? Ze winnen 0-6 bij Verona, ze winnen 0-2 bij Roma nu, afgelopen weekend. Mm. 3-1 tegen Lazio. Dus ja, plots gaat het Inzaghi weer voor de wind. En die kwalificatie, die match vooral in Lissabon tegen Benfica, lijkt hen wel te hebben bevrijd, is mijn gevoel. Ja, er zijn nogal zo fases geweest tijdens het seizoen. Ik herinner me, ik was in Barcelona. Ja, toen was ik bij met jou. Ja, ja het was ook zijn kop dat daar op het spel stond. Zijmen toen in Italië. Daar heeft die ploeg laten zien van graag nog met hem door te gaan. En speelden ze een hele goede wedstrijd. Hè. Ze spelen ook de finale van de Coppa. Nog. Ze spelen ook nog de finale van de Coppa. Ja, en inderdaad, ook zoals je zegt, Benfica, een beetje op de terugweg op dat moment, denk ik, was wel een beetje de ommeslag. Hè. Dat ze Ginder zijn gaan winnen, was verrast. En dat ze dan ook thuis 3 maken tegen Benfica. Oké, het werd nog 3-3, maar de wedstrijd was al lang gespeeld. Ja, ik zou het niet weten. Wie van die 2 ploegen zijn alle 2 redelijk in vorm. Hè. Dus net op het goede moment. Maar ze hebben misschien nog wel nodig die finale en die Champions League winnen om erbij te zijn volgend jaar. Hè. Dat zou kunnen, ja. Hoewel Lazio nu ook en Roma allebei punten hebben verloren. Ja. Dat leek alsof die er misschien nog gingen bij zijn. Ja. Maar dat wordt ook nog even afwachten. Tot slot, ja, Cyril Dessers, een spits. Die heeft 6 keer gescoord dit seizoen. Dat is evenveel als Romelu Lukaku. En de 2 hebben elkaar trouwens gesproken na een van hun onderlinge duels dit seizoen. Was een goed gesprek blijkbaar. Ja, ik heb natuurlijk hier na de wedstrijd met hem gesproken. Lang gesprek gehad, goed gesprek. Over de Serie A, over het leven van een spits, dat niet altijd over rozen gaat of niet altijd even gemakkelijk is, maar ja, wat natuurlijk ook wel het allermooiste is. Hè. Maar het was een heel fijn gesprek. Romelu heel aangenaam, heel vriendelijk, heel behulpzaam ook eigenlijk, in de zin van tips geven over hoe dat je de verdedigers in de Serie A een beetje kunt omzeilen of in de luren kunt leggen. En, Wat is de nummer 1 tip, Cyril, van Lukaku? Wat is hij heeft vooral gezegd van dat je heel veel naar beelden moet kijken en een beetje moet zoeken naar een patroon wat de verdedigers van de tegenstander doen en daar dan gebruik van proberen te maken. En, ik kan hier alle geheimen prijs geven, want dan gaan ze zich daarop instellen. Ja,
Hij heeft tips gekregen van Lukaku en hij voegde er nog aan toe, dat zat nu niet in dit clipje, dat hij in de weken nadien een paar keer heeft gescoord. Dus wat we daarnet zeiden over de doelmannen, ja, dat doen de spitsen ook. Hè. Zeer gedetailleerde analyse van de verdedigers. Patronen zoeken bij de verdedigers. Je moet er gebruik van maken. En dat is vaak interessanter om daar naar te kijken alleen dan naar een hoop beelden waar je eigenlijk naar de opbouw van je team, bedoel, daar heeft een spits niet zoveel aan. Maar waar dat je gaat staan of van waar dat je je loopactie start, of er echt tegen gaan spelen of een beetje een afstand nemen, dat soort dingen. Dat kan zeker interessant zijn, maar je moet vooral ook zelf toch goed zijn en je goed voelen. Ja. Maar het ziet Lukaku wel, want ja, die krijgt om de haverklap kritiek natuurlijk in Italië. Maar naar zijn landgenoten, naar zijn collega's toe. Het is gewoon op dat vlak een voorbeeld. Een vriendelijke gast. Ja. Ja, het was één wedstrijd dat hij een aantal kansen miste. Ook van heel erg dichtbij, die hij bij de nationale ploeg dan niet mist. Ja, dat was net na die hat-trick die hij maakte. Ja, en net voor de terugwedstrijd, denk ik, tegen Benfica. Kan, ja. We hebben we dan ook nog laten zien in de studio. Ja, maar hij had ook, hij zei dat toch altijd, hè, heel veel aan Thierry Henry. Bij de nationale ploeg. Ja, en als hij die beelden dan bekijkt, zou hij dat dan alleen doen? Of zou hij dat ook doen met iemand zoals Courtois dat doet voor zijn keepersvak? Ik herinner me dat hij vroeger al zei, al echt al 5-6 jaar geleden, dat hij heel veel beelden bekeek. Van verdedigers, maar ook van spitsen die voor hem een voorbeeld waren geweest om te zien hoe pakken die het aan. Dat heeft hem ook zover gebracht, denk ik. Hè? Ja. Voor een deel. Goed. Brozovic of Calhanoglu, wie zet Inter in de ploeg voor die match tegen Milan? Want Brozovic heeft het goed gedaan tijdens de afwezigheid van Calhanoglu. Maar ik weet niet of jullie zijn goal hebben gezien tegen Verona toevallig van Calhanoglu. Ja, schitterende goal in de kruising. Dat is wat hij heeft. Hè, ja. Ja, en hij speelt tegen Milan, dat is, als hij mag meedoen, zijn ex-ploeg. Ja. Wie zetten jullie, als jullie mogen kiezen? Goh, Brozovic, ik zie altijd dat Brozovic de eerste helft statistieken tegen de 7 kilometer loopt. Dus ik vind altijd, je kan wel zeggen, je kan als middenvelder, je moet op de goede manier lopen. Maar Brozovic is iemand die misschien dan kan wisselen na een uur, zeg maar iets. En je vraagt hem misschien om 8 kilometer te lopen in de eerste helft. Hè. Maar als we ervan uitgaan dat... Mkhitaryan en Barella spelen, ja. Ja, en als we ervan uitgaan dat Milan het misschien net wat meer op de omschakeling gaat proberen dan Inter? Ik ben meer op de 6, ben ik meer voor Brozovic. Hè. Toch. En Calhanoglu een beetje hoger. Ja, maar inderdaad, Mkhitaryan en Barella gaan sowieso spelen. Hè. Dus Calhanoglu invaller, dat leid ik eruit af. De onderlinge duels, moeten we daar nog naar kijken? Supercup was het in januari 0-3 voor Inter. In de competitie wonnen ze in februari met 1-0 Inter. Milan won wel de heenmatch in de Serie A met 3-2. Ja, het is heen en terug. Hè. Het is van 0-0 beginnen. Ik denk dat jullie vrezen voor een 0-0 in die eerste match. Als ik jullie bezig hoor. Ja, maar het kan voor hetzelfde geld 3-3 worden. Hè. Je weet dat nooit. Nee, dat weet het nooit. Maar goed, ik denk ook niet dat dat in een heenmatch. En het gaat ook niet. Ik zou het dikwijls kunnen zeggen. Maar ja, als er vroeg gescoord wordt. Maar dat hoeft ook nog niet direct iets te veranderen in de instelling van de ploeg. Het is wel zo. En als ik kijk naar Inzaghi. In het moment dat hij onder druk kwam. Omdat de resultaten niet meer waren. Wat hij wel gedaan heeft. Dat hij overgenomen heeft. Hetzelfde systeem blijven spelen. Met 3 ten opzichte van Conte dan. Maar dat wel aanvallender heeft ingevuld. Maar dat is ook wel voorbij. Dat is nu ook wel heel voorzichtig geworden. Hè? Als je dit zou weten, denk je dat Conte terug op de bank zit. Hè? Mm. Dat is ook omdat hij zo onder druk heeft gestaan, denk ik. Hè? Ja, dat hij voelde, mijn kop kan hier rollen. Ah, voilà. Dus ja, als je dat een beetje in rekening brengt, die voorzichtigheid, ik denk dat je dat vooral wel gaat zien in de match. Oké, dan hebben we eigenlijk wel een Leao nodig om het open te breken misschien. Of Salemakers die daar iets uit zijn benen schudt. Maar eerder Leao, denk ik. Maar het zou wel eens heel defensief kunnen zijn. Hè? Alle twee met dezelfde ingesteldheid. Niks tegenkrijgen en proberen af en toe eens toch te counteren. En eens een meerderheid te creëren. Maar dat zal heel moeilijk zijn. Sowieso wordt het een onverwachte finalist. Een van de twee, want we hadden hen geen van beiden hier verwacht. Hè? Nee. Absoluut niet. En ook niet omdat ze in eigen land ook niet voor de titel spelen. Die is al weg. En Napoli heeft daar heel seizoen de betere getoond. Dus ja. En in één wedstrijd in de finale is veel meer. Ja, je weet het nooit. Als Milan het, veel meer dan als Milan het haalt en ze pakken het ook weer zo defensief aan. We gaan het zien in elk geval. Het wordt boeiend, de derby de la Madonina op woensdag. En Real Madrid tegen Man City op dinsdag. Gert, Wim, onze tijd zit er alweer op.
Dus ik ga jullie bedanken. Graag gedaan. Merci voor jullie komst. Gert, jij reist naar die twee wedstrijden. Ja. Veel plezier, Wim. Ik zie jou in de studio. Ja. En volgende week zijn wij er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van de Champions Club. Blikken we terug op de heenmatchen en blikken we vooruit op de returns. En dan zit Nico Lenné op deze stoel. Tot volgende week dus.